Zorg dat je lekker comfortabel zit. Laat even alle gedachten los. Alle gedachten die jou zouden kunnen blokkeren, tegen zouden kunnen houden. Om deze meditatie in alle rust te kunnen laten gebeuren. Geef je lichaam de toestemming om helemaal te kunnen ontspannen. En voel maar hoe je voeten contact maken met de bodem. Vooral ook met de aarde, jouw thuisplaneet, die jou zo liefdevol draagt en voedt en beschermt. Voel maar op dit moment hoe je gedragen wordt door de aarde haarzelf, door haar liefde. Voel haar bewustzijn en haar hart, die klopt voor jou. En nodig de aarde uit om jou gedurende deze periode vast te houden. Te ankeren. Nodig haar maar uit. Zodat jouw lichaam een ankerplaats blijft. Voor je hogere zelf, voor jouw persoonlijkheid. Verankerd in jouw lichaam. En verankerd in het hart van de aarde. Even je ademhaling waar. Hoe jouw adem rustig naar binnen stroomt. En weer langzaam naar buiten. Laat deze ademhaling, dit ritme, je nog verder ontspannen. Maak dan even contact met je eigen hart. Je eigen hartchakra. En neem een moment in gedachten waar je heel dankbaar voor bent geweest. Waar je zo blij was. Gewoon een aards moment of een contactmoment met je gids, met je engel, met het universum. En voel die dankbaarheid en die blijheid in jouw hart. Voel hoe jouw hart open gaat als een roos
over de liefde en jouw warmte. Opent de roos al haar bloemblaadjes. En laat haar ware kern zien. Liefdevol, uitstromend, ontvangend. En adem deze liefde en dankbaarheid door jouw hele systeem. Elke cel wordt doordrongen door die onvoorwaardelijke liefde. Vanuit jouw eigen hartchakra naar al die cellen van jouw eigen lichaam. Dankbaarheid, liefde, waarheid, vrede. Kan zijn dat je een glimlach op je gezicht krijgt door al deze hoge frequenties die jij aanstuurt vanuit je eigen hartchakra en laat stromen in al jouw cellen. Neem nu iemand in gedachten. Die je zou willen vergeven. En vergeven wil niet zeggen dat je het gedrag goed praat. Dat je het gedrag toestaat. Of toe hebt gestaan. Vergeving wil zeggen dat jij het loslaat. Neem iemand in je gedachten. Of wellicht komt er iemand in jouw gedachten. En vanuit je hart, vanuit jouw geopende hart, laat je de vergeving stromen. Met daarbij de gedachten. Ik laat de situatie los. Laat het maar stromen vanuit je hart naar de ander. Misschien zie je iets en voel je iets. Er kan loslating bij jezelf gaan gebeuren op dit moment. Oud verdriet, tranen, boosheid. Laat het zachtjes toe, wetende dat dit hoort bij het loslaten. Adem langzaam door. Laat maar los, terwijl je vanuit je hart de ander de vergeving toe laat stromen.
met de gedachte: ik laat de situatie los. Ik maak mijzelf vrij. Ik maak mijzelf vrij. Visualiseer dan dat je jezelf een omhelzing geeft. Dat je tegen jezelf zegt: dit heb je goed gedaan. Dit heb jij goed gedaan. Je bent vrij. Breng jezelf terug naar je eigen hartchakra. Breng jezelf terug naar de herinnering aan dat ene moment in jouw leven waarin je zoveel dankbaarheid, zoveel vreugde, zoveel liefde hebt ervaren. Breng jezelf maar terug naar dat moment. Laat jezelf weer overspoelen met dit gevoel van dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde. Stel jezelf voor dat jij tegenover jezelf staat.
je zegt tegen jezelf: ik vergeef mijzelf. Ik vergeef jou, mijn lieve, ware zelf. Ik vergeef jou. In alle lagen van jouw wezen. Ik vergeef jou in je emotionele laag. Het is oké. En ik vergeef jou in je mentale laag. Ik vergeef je alle gedachten. Ik vergeef alles op elke laag. In deze situatie. Met de persoon die je zojuist vrij hebt gelaten. En ik laat jou nu ook vrij. Mijn lieve ware zelf. In al jouw lagen, ik laat je vrij. Ik vergeef jou. Zie en voel hoe jij tegenover jouzelf staat. Voel het. Zeg het. Vergeef jezelf. Door jezelf vrij te laten. Op alle lagen van jouw totale wezen. Alles, alles, alles. Visualiseer dan dat jij jouw hand op het hart legt van jouzelf. En je kunt dit ook doen, letterlijk, nu, op dit moment. Als het goed voelt, leg je hand op je eigen hart. En nogmaals, zeg tegen jezelf: ik vergeef jou. Ik vergeef mij. En ik laat mezelf vrij. Laat jouzelf omarmen, wederom. En versmelt samen tot één. Dit kun je doen door je intentie, door je gedachten, of door het voor je te zien. Word weer één met jouzelf. En je houdt van jouzelf.
vanuit deze eenheid. Kijk je achterom in jouw verleden. Naar je eigen tijdlijn. Vanuit jouw hart. Maak je het besluit. Verleden los te laten. Geef het de vrijheid. Laat los. Puur met jouw intentie. Ik laat mijn verleden los. Zie maar. Vasthielden aan het verleden, zich loslaten van wie jij nu bent in jouw eenheid. Voel het, zie het, ervaar het. En wederom, maak jezelf vrij. Visualisatie kun je je omdraaien en naar je toekomst kijken. Je kunt het met je intentie doen. Je kunt het voelen of zien. Jouw toekomst is jouw leven zoals je dat vanaf dit moment zou kunnen voorstellen. Wat jij het allerliefste zou willen in jouw leven. Alles is mogelijk. Geen beperkingen. Alleen maar mogelijkheden. Zie en voel jouw toekomstige zelf, die volledig gelukkig is met waar je dan ook bent. Jij bent dat nu. Maak de connectie met deze toekomstige zelf in het nu. Wees creatief met een open mind. Voel in je hart wie je zou willen zijn, waar je zou willen zijn. Hoe je je zou willen voelen. Alles, alles, alles is mogelijk. Je bent vrij.
Laat het in al jouw cellen binnenstromen. Vanuit je toekomstige zelf. Visualiseer dan of weet dat je nu jouw pad gaat bewandelen richting deze toekomstige zelf. Zo vrij als een vogel. Zeg dat tegen jezelf. Ik maak mijn eerste stappen in mijn tijdlijn van mijn toekomstige zelf. En zie het en voel het. Dit is het portaal. Je bent nu door die eye of the needle aan de andere kant.